echt een hele mooie, het beste ram erop. Ja, zullen we even meten? Die rode bal, dat is een vis. En laat hem zo voor zijn neus zakken. Als je hem nou allemaal nog pakt ook. Ja, en dan word ik gek, dan word ik gek. Een hele goede morgen allemaal. Het is nog echt super vroeg. Het is 4:15. Hans die komt me zo meteen halen. Het is voor de 5e week op rij echt weer slecht weer. Het is zo jammer. Het is winderig. Maar het maakt niet uit. We gaan vandaag naar een grote rivierplas zwemmen. Stoekbaarzen, baarzen. We gaan in ieder geval gewoon ontzettend ons best doen om vandaag een leuk dagje van te maken. Ik ga lekker mijn spullen pakken, ontbijtje staat al klaar. En dan gaan we vissen. Kijk. Kijk nou, er staat een dikke boot, jongens. Kom op, maat. Hey vriend. Hoe is het? Goed. Dat is mooi. Hops, man. Gaan we vissen? Lekker, man. We hoeven niet te roeien vandaag, hoor. Nee, beter. We hebben de zin in vandaag, hoor. Heerlijk. Het is, hoe laat is het? Ah, het is 6:55. Ja, het is hartstikke donker. Moet je maar even kijken buiten. Het is wel fris. Het is koud. Koud. Het is winderig. Harde wind. Volle maan. Oh. Weergewolven. Tjoe, zo. Corona in de boot. Corona in de boot, nee toch. Ja jongens, we gaan lekker vissen vandaag. Ik heb er echt zin in. We hebben al best wel een poos niet gevist ook, hè? Ja, zeker. Ja. We gaan eens even kijken of we wat groots kunnen vangen. Het was een mooi dag hier. Ja. Zo. Vissen is niet makkelijk. Dat was vorig jaar. Nee? Dat was vorig jaar alweer. Vorig jaar. Ja, nou, we gaan vandaag een dikke vis vangen, jongens. Ik voel het. Beter de tijden komen eraan, jongen. Ja. Hou wel lekker vissen, maatje. Ik heb er zin in. Houston, we've got a problem. Kijk dan. Jeetje. We moeten tussen de prullenbakken doorvaren straks. Ja, niet normaal. Er staat daar een prullenbak onder water, hè? Ja. Moeten we uitkijken dat we die niet raken. Hey. Nou ja, we moeten gewoon zorgen dat we recht zo recht mogelijk naar achter gaan. Maar zo eens even voelen. Het is wel zeiknat, het water. Ja? En hartstikke dun is het. Het loopt zo tussen mijn vingers door. Zo. Ah. Goedemorgen. Wow, moet ik kijken. Oké. Okay. Nou, water staat een beetje laag, of hoog. Het is op zich niet zo heel erg. We gaan die boot eens even te water knallen. Oké, we gaan een trucje uithalen. Kijk. Trucje. Ik moet het water in en dan moet ik straks. Ik denk dat ik Hans er straks in moet tillen. Dat hebben we ons weer gedaan. Ja, precies. Dus ik ben er maar even opruimen, denk ik. Ja, dat doen we zo wel even. Ja. Of niet? Wil je dat nu doen? Dat ga ik nu doen. Ja? Oké, dan kom. Mag ik er ook in dan? Ja, mag ik mee. De hele dag. Super. Totdat je het hier wel leuk vindt. Nou, mooi. Dan heb je trouwens een mooi kapje. Ja, hè? Dat is een, multifunctioneel kapje. Oké. Okay. Dat kan je namelijk ook heel makkelijk. Op je hoofd doen. Op wie lijk ik? Dat vind ik mooi. Nou, ja, het wordt wel trouw. Denk ik. Kijk. Kijk. Er zijn nog een paar spulletjes, maar die trek ik aan. Schoenen van Hans. Waar zijn mijn laarzen nou? Jouw laarzen?
Wie? Oh, wacht, die heb ik hier. Maakt niet uit, komt zo wel, komt zo wel. Nee, hier wel. Kijk. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Verdwijntruc. We moeten natuurlijk straks even die lelijke schoenen, of tenminste die lieslaars uitdoen. Zo. Oké. Okay. Kijk dan. Nou, mooi. Schoentjes, netjes gepoetst. Ja, perfect. Kijk, net, niet onbelangrijk. Ja. Vind ik wel netjes. Ja, toch? We gaan erin smijten. Lekker. Smijt jij hem er eens even in. Lekker, jongen. Zal ik ernaast gaan staan? Met ja, mijn lieslaarzen? Allemaal niet zo heel veel uitmaakt eigenlijk. Ja. Even de accu'tje aansluiten. Dan. Ga je hem acuut aansluiten of niet? Ik ga hem acuut aansluiten. Mooi. Hup. Nou, mag jij even kijken hoe ver die moet? Ja. Oké, wat er nu gaat gebeuren. Hans die gaat achteruit varen. Ik heb lieslaarzen aan, dus ik kan gewoon zeg maar het water inlopen. En dan moet ik Hans straks de boot in tillen. Ja. Ah, vorige keer was het erger, hè? Dacht je? Ja, vorige keer was het echt wel erger. We hebben het vorige keer erger gemaakt, dat kan ook. Klaps! Ja, ik zat helemaal recht, dus. Ja. Het is wel avontuurlijk! Ja. Kijk. Zo. Een bootje al. Kijk. Kan ik mooi het bootje pakken. En dan kan Hans zo instappen. Hans is er vandoor. Ik ga lekker vissen. Zo. Zie je erin? Ja. Kijk. 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 Kijk of hij het doet. Zo ging hij omhoog. Nou, kijk, er nog geen prullenbak raken. Ja. Zo even recht op de steiger leggen. Kijk. Dan hebben we al zo'n pak bij. Perfect. Ja, het gaat. Heel voorzichtig. Ik wil je niet vragen. Nu recht naar achter. Die prullenbak staat daar toch? Ja. Ja, want dit is een bordje. Nu gewoon recht naar achter. Ja, hè? Ja. Het is al 2 meter, hè? 3 meter. Ja, top. Nou, lekker. Nou. De eerste hindernis hebben we. Overwonnen. Overwonnen, ja. Ga mijn laars aan doen. Ja, je hebt gelijk. Ja, dan doe ik ook mijn schoentjes lekker aan. Zo, laars aan, pakje aan. Ja. Een klein stukje varen. Dan zijn we er klaar voor, jongens. We gaan gewoon lekker vissen. Dat gered, man. Tik hem aan. Woehoehoe. Woehoehoe. Zo. Pittig motortje, hoor. Het is eerste wat vandaag. Kom je naast me staan, Han? Uit mijn schoot te stijgen. Thank you.
precies wat we nodig hebben. Very, very bekend. Wat zien we hier, Hans? Ja, dat is een mooi paaltje daar. Daar zaten we zo wat op. Jeetje. Ja, het is gewoon een stalen paal, hè? Het is gewoon een stalen paal. Het staat hier een paal, een strekje. Ja. Even een update. We hebben nog niks gevangen. En we zijn er bijna tegen een paal aangevaren. Dus we moeten even goed uitkijken wat we doen. Kijk daar. Er staat een paal onder water. Ja, joh. Ja, ik heb hem een beetje rechts moeten aanhouden. En dan vanaf... daar heel langzaam naar links klimmen, want daar loopt die rug, die loopt richting dat... Ja, op dat hoekje daar, hè? Daar heb ik een waypoint. Hier gaan we een vis vangen. Ik voel het. Eerst even een happy appelgebak. Het is dadelijk wat, hè? Je zou zo... zit ik van, nou, er staat niks en dan... Ja, volgens mij staan er allemaal meer, denken. Nou, ik hoop het niet. Weet je, aan deze kant blijven, want hier staan we sowieso niet. Nou, hier is het diep, hoor. Oké. Ja, want nu zit ik op 11 meter straks. Tegen dat ding aan zit je heel diep. Ja, hier nog niet. Ja, hier 6, 7 meter hier. Oké, okay. Nu gaan we er eentje vangen. Oké, okay, jongens. Even een kleine update. Het is... niet zo best. Nee. Ja, we vangen niet zoveel. Maar we liggen nu op een plekje, lekker uit de wind. Achter ons een soort van heuvel met een haventje. We spraken net een bootje. Die hadden ook helaas... of tenminste, ja, we spraken met mensen die in een bootje zaten. Je kan natuurlijk niet met een boot praten, want die boot gaat natuurlijk niet terugpraten. Maar we spraken net met een paar andere vissers. Die hadden ook nog niks gevangen. Dus het ligt in ieder geval niet aan ons. Of het ligt aan ons beiden. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, we gaan ons best doen. We hebben wel nog een plannetje. Het is nog vroeg. Het is pas 10:30. En ik denk dat zo meteen... ik denk dat Hans de eerste gaat vangen. Bijna beet. Bijna beet. Toch? Ja, zeker. Ja, we hebben bijna beet. Dus hij komt er zo aan. Hij komt er echt zo aan. Live aanbeet, weet je nog? Ja. Nou, doe jij het even voor dan. Ja, doe jij even voor, ja. Hans gaat nu een vis vangen. Weet je me nooit, hè? Nooit. Een aalscholver. He? Ja, precies. A few moments later. Kan niet. Hans, wat gebeurt er nou? Hebben we een vis? Ja, echt? Ja, echt waar. En voor mij, als ik zo voel, dan is hij zeiknat. Oh. Echt. Ja, het is wel een aardig vis. Zoekie, denk ik. Ik weet het niet, ja, ik denk het wel. Wel een mooie aanbeet. Gaaf. Ja, goed. Nou, blijf aardig hangen nog. Nou, het kan ook wel eens een mooie snoepbaars zijn, denk ik. Ik denk dat het een mooie snoepbaars is. Ja. Lust een beetje bonken. Ja. Mag er alleen even niet afgaan. Dat nee? Ja, pak hem maar even. Iets heb ik nog. Schrijf jij hem zelf? Ja. Oké, jongens. We hebben beet. Ja, hij is een groot snoepbaars, hè? Bonk. Komt-ie. Gaan we enthousiast worden? Ja. Mag je enthousiast worden? Nou, rustig aan. Dat is een mooie snoepbuis. Ja, leuk. Mooi snoepbuis. Leuk. Gaaf. Ja, hij zit erin. Lekker, vriend. We hebben er even op te wachten, maar... Zo. Man. Gaaf. Lekker. Dat is wel een mooie dit, hoor. Dat is een mooie vis. Ja, mooi, hoor. Hij doet het leuk. Kijk, hij heeft ervoor geoefend. Zie je het? Hij zit netjes zijn stekeltjes overin. Ja. Mooie grijptandjes zo. Gaaf. Nou, hé, maatje. Lekker, man. Zal ik een fotootje voor je schieten? Ja, dan maak je hem eens los. Gaaf, man. Leuk, toch? Lekker. Zal die zijn 60 of zo? Ja, net in de 60. Oh, een mooie vis. Oh, een mooie vis. Atse flats. Soa. Lekker hoor. Lekker hé. God man, nou soms hè. Goh, we hebben er hard voor moeten werken hè. Nee, jeetje. Het is echt strijden vandaag. Met alle geluk vangen we er nou nog één. Ja, precies. Nou, we hebben onze eerste vis. Daar ben ik echt blij mee. Ik heb net een tikkie gehad, maar dat was volgens mij een vis die tegen mijn lijn aan zwom. Hans heeft de eerste vis gevangen. Yes. Mooi snoekbaars. We gaan er zeker nog meer van. Dit geeft de burger moed, Hans. Ben je er klaar voor om er nog één te vangen? Ja, zeker wel. Mooi, had je hem diep of ondiep? Tussen de takkies. Hè? Gaaf. Heel cool dit, echt heel cool.
Nou, dat meen je niet. Allebei een vis. Hier, ik een snoepmars. Oh, jij ook. Nou. Nah. Het is maar klein, maar... hè? Allebei tegelijk beet. Ja. Mooi snoekbaarsie. Ja, hoor. Leuk. Mooi toch? Ja, leuk. Hopla, dan gaan ze weer. Nou, jop. Doei. Hey, tik hem aan, man. Ja, tik hem aan. Hier, doe even zo. Hier. Ja, man. Lachen, man. Ik heb een bekeuring gekregen met het parkeren daar. Nee, je mag er parkeren als je trailer hebt. Ja, toch? Ja. Ja. Anders mag je er niet parkeren. A few moments later. Hey, Lossie. Er liggen er meerdere ook, of niet? Ja, hier liggen ook vissen. Lekker. Kan ik je helpen? Harden in die wind, in die storm. Vangen ze wel. Beginnen ze nu te vangen. Hebben ze een beetje gevonden, denk ik. Hans is lekker bezig. De ram erop. Ja, zullen we even meten? Nou, ik denk dat we hem lekker terug gaan zetten. Oké. Okay. Ik ben er wel heel blij mee. Ja, schitterend. Zo. Mooi, hè? Echt mooi, hoor. Ik sta erop, echt een mooie rivier is, jongen. Gaaf. Ja, vriend. Mooi heel blij man. Mee. Schitterend, man. Daar zitten top. We voor, hè? Allee. Ja. Prachtig. Lekker. Heel gaaf. Nou, we gaan terug. Yes? Ja, ja. Super. Hoppa. Kijk eens, daar gaat hij al. Hoppa, mooie zwaaistaart. Doei! Dikke man! Ik was je vertellen. Puur beet. Ja, ik heb een mooie aanbeet nou weer. Dit is een goede vis hoor. Ja? Ja, maar eens eventjes. Ik hoop dat hij nou blijft hangen en dat er nu los is. De kans. Kijk. Een mooie vis volgens mij. Hoppakee. Hoppa, lekker. Bezig. Checka. Dit is weer een mooi visie. Kijk. Aardig opgeslokt, zeg maar. Vrouwtje. Ja, hè? Het is een vrouwtje. Ja. Weer een mooi visie, hoor. Mooi visie. Hey.
Ja, top. Gaat hij weer. Hey. Mooi man, dikke man. Ja, ik pak hem wel. Ik pak hem wel. Ja! Zo, we zijn even uit de wind gaan liggen, want we hebben het koud. We hebben het koud. Ah. Maar, wij zijn blij, want nou, hoeveel vissen hebben we net gevangen? Nou, ik heb er, ik denk een stuk of 8 in totaal. Ik heb er 3. Wel, ja, ja, je hebt er 5, volgens mij. Ja. Een paar gemist. Ja, ik denk een stuk of 8-9 vissen hebben we nu. Dus dat gaat eigenlijk wel hartstikke lekker. Daar ben ik heel blij mee. En hoe hebben we die vissen nou gevangen? Dat kunnen we natuurlijk het beste vragen aan roofvis-expert Hansje. We zijn aan het verticaal vissen. Hans is het eigenlijk goed aan het demonstreren. Wat zijn we nou aan het doen? Verticaal betekent in een rechte lijn naar beneden. Dus wat we doen, we hebben een heel strak kort hengeltje. Met een heel dun gevlochten visdraadje. En aan het eind daarvan zit een klein stukje doorzichtige draad. Dus een voorslag. Met eraan een shed en een redelijk zwaar loodkopje. Wat vis je nu? 18 gram, 21 gram, zoiets? Ja, 18 gram. Nou, werpend vissen we meestal met 5 tot 7, 10 gram misschien maximaal. En nu vissen we dus een stuk zwaarder. Want wat je wil recht onder de boot vissen. Hans heeft alvast wat moois klaargelegd. Wat heb je voor moois? Nou ja, we vissen met verschillende soorten shedjes. En verschillende soorten loodkopjes qua gewicht. Ja. En dit zijn dus shedjes met een zwemstaartje, zeg maar. Hè. Dus die geven wat meer actie onder water. Ja. Nou, en als het 's winters is, dan gebruiken we wel eens wat shedjes met zo'n V-staartje. Die wat minder actie geven. Ja. Nou, en eigenlijk doen we niet anders dan heel voorzichtig achteruit varen. Backtrollen heet dat. Ja. En dan houden we gewoon het setje boven de bodem. We laten het dan heel zachtjes zakken. Hoe ver boven de bodem ongeveer? Ja, zo'n beetje 15 centimeter. En dan geven we draad. Ja. Als het dieper wordt, dan laat je hem heel zachtjes zakken. Ja. Je tikt hem heel zachtjes op, heel tikkie, zo. En heel voorzichtig. Ja. Laat je hem weer een beetje zweven. Dus je voelt eigenlijk zo, je tast een beetje de bodem af. Oké. Okay. Nou ja, en als je beet hebt, ja, dan moet je natuurlijk niet wachten. Maar dan moet je meteen... Ja. Als je maar, beet? Oh. Ik heb geen beet. Hij was nep. Oh, je moet de haak zitten. Ja, zo moet je de haak. Ja, en zo geef je lijn. Nou, en als het weer ondieper wordt, dan draai je weer een stukje op. Zodat je iedere keer contact houdt met de bodem. Ja. Nou, dan kunnen we hier op de diepe meters kunnen we een beetje zien waar we vissen. Dus ja. Het is hier 7 meter diep. 7,6. Ja. Ja, en, je ziet hier dat het 11,7 graden is het water. Ja. Hier hebben we de 2D-sonar, zeg maar. Daar kun je wat vis op zien. Hier heb je een structurescan, zodat je echt al een beetje de contouren van de visjes ziet. Dat is vaak brasem of witvis. Ik zal even filmen. Ja. Kijk, er zwemt een vis. Zien we een vis weer? Die rode bal, dat is een vis. En laat hem zo voor zijn neus zakken. Als je hem nou allemaal pakt ook. Nou, dan word ik gek, dan word ik gek. Hij zwemt erop af. Ja, komt erop af. Hij komt erop af. Hou op hoor. Godverdorie, was dat? Heb je een tik? Ja, ik dacht het wel, joh. Godverdorie, joh. Kijk, in die vis die zakt meteen weg. Nee. Zie je het? Hij tikte hem echt aan, hoor. Oh. Ik was hem nog aan het laten zakken. Oh. Vaar nog eens terug. Hij is... Ja, ja. Hij is... Oh. Echt een grote vis is dat. Nee, joh. Kijk, zie je het? Hij zakt hier. Hij zwemt rustig naar de bodem. Heel rustig naar de bodem. Hans die wilde even laten zien hoe dat systeem werkt. Dit is... Zeker wel dat die man. Ja, je had hem. Oh nee, joh. Wow. Hij had hem echt. Meen je niet. Ja, zeker. Meen je niet. Zeker, ja. Het was echt heel... Ik denk dat ik hem er langs schoont of zo. Joh. Ja, ja. Maar kijk, we kunnen nog een keertje laten zien dat als je hem zeg maar laat zakken met shedje, dan zie je hem op je scherm zie je hem zo op een gegeven moment naar beneden gaan zo. Kijk, hier komt hij, daar links. Dan zie je hem naar beneden zakken. Ja. En dit scherm zorgt voor live beeld. Ja. Dus je hebt zeg maar beeld van wat er onder je zwemt. Kijk, als ik hem omhoog haal, dan zie je hem zo weer naar binnen. Ah.
Hij schampte hem echt, hoor. Ja. Ja, serieus. Ja, nou ja, hij heeft hem gewoon gepakt, zag je, ja, want je shed zat helemaal gedraaid. Ja, daarna zag je die vis zo wegzakken, dus. Ja. Alleen, ja, het was niet echt een harde aanbeving. Hij zag je aangetikt. Ja, hij tikte hem gewoon heel zachtjes aan. Dus. Misschien was het wel een karper. Karper. Nou, dat denk ik niet. Nou, jongens. Volgens mij is dit best wel goede uitleg. Ja. Hans heeft... Het is eigenlijk vind ik dat je hem had moeten vangen. Ja, dat vind ik zelf ook, ja. Maar het was wel even vet om te zien. Dat je gewoon het aasje ziet zakken. We zien een vis. Hij legt hem er bovenop. En gewoon recht voor zijn neus. Bam! Zo die vis erop, ja. Wel vet. Ja. Ik hoop trouwens dat jullie de vissen van net vet vonden. Het was wel even regen en wind. Het lijkt nu weer heel rustig. We hebben nu een plekje. Met allemaal bomen. We zitten wel lekker uit de wind. Dat is gewoon fijn. Dat vis gewoon nu even lekker. We gaan even kijken of we een paar dikke vis hier kunnen vinden. Ik ben in ieder geval tevreden. Ik heb in ieder geval een lekker visdagje zo. Ja. We hebben een hele taaie ochtend gehad. En die middag is eigenlijk super goed. Dus nou ja, we gaan wel even kijken. Ik ben in ieder geval best wel blij. Op het tube. Mooie snoepers. Nou, ik wil net mijn GoPro aanzetten en ik krijg een tik erop. Meen je niet? Mooi snoepbaars, hoor. Ja, dat is goed vis. Op de tube. Hapsakee. Hartseflat. Mooie vismaat. Lekker. 60. Noem je mij nou een mooie vismaat? Een mooie vismaat? Ja. Een mooie vismaat voor een mooie vismaat. Hier, kijk eens. Wat? Kijk eens. Wat flats. Zo. Kijk eens. Wat flats. Komt-ie! Slagschip! Komt-ie maar. Ja, komt-ie maar. We hebben het gered, jongens. We zijn erin gekomen. We zijn eruit gekomen. We hebben vis gevangen. Nou, zo eens even een stukje rijden. Oei. Nou, jongens. Helemaal rozig. Maar we zijn Noordwijker Hout. En we hebben niet opgegeven. We hebben niet opgegeven. Het is 8 uur. En mooie vissen gevangen. Ja, dat is top. Ja, toch? Thanks, maat. Ja, ik ben hoor. Hey. Tot de volgende keer. We gaan volgende keer even knallen. Ja, ja, volgende keer die baars, hè? Hey. Ja, volgende keer die baars. We hadden eigenlijk als doel ook om een baars te vangen. Maar die snoekbaarsen zijn echt goed gelukt. Ja, precies. Zeker. Een paar hele mooie vissen. En één ding is ook heel fijn. We hebben geen baars verspeeld. Precies, we hebben geen baars verspeeld. En jullie hebben een hele goede uitleg gekregen over verticalen van kapitein Hans. Ja. Dus ja. Mooi dagje zo. Hè? Zeker. Thanks, maat. Ja, mag ik ga even spullen pakken. Ja, jongen, wel thuis. En dan ga ik nog naar Alkmaar rijden. Ja, precies. Dus ik zie jullie zo nog wel even naar Alkmaar. Maar ik film je. Hoe is het? Goed. Lekker gewerkt. Ja. Wil je aan het kijken? Spin? Welk dier heeft altijd 8 poten? Ik denk een spin. Ja, maar je ziet toch het goede antwoord dan? Maar ik wist dat het een spin was. Oh, het is wel echt... knijterslaat. Ja jongens, 9:15. Lange dag geweest, want... ik was om 4:30 op ongeveer. Dus ja, maakt niet uit. Ik heb in ieder geval een lekker dag gehad. Ik hoop dat jullie een hele leuke vlog vonden. Geef even een like en abonneer. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Mooi dag. Kijk, hij heeft hem voor geoefend. Zie je? Hij zit netjes een stekeltje zo erin. Ja. Mooie grijptandjes zo. Ja. Nou, hé, maatje. Lekker man. Zal ik een fotootje voor je schieten? Ja, of maak je hem eens los? Nee, dat is goed.